schermen zou hebben, dat hij best wat extremer zou gaan draaien. Ja. Lieve vrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op Extreme Rides. We zijn vandaag weer in Park Asterix, omdat hier een nieuwe achtbaan staat. En dan gaan we direct naartoe, voordat er dadelijk een hele dikke wachtrij staat. Dus snel naar de nieuwste achtbaan van Park Asterix. En dit, lieve mensen, wordt een speelterrein voor vandaag. Althans, dit gebied voornamelijk. We zijn bij de nieuwe achtbaan. Dan denk je, ja, maar deze achtbaan stond er al een tijdje in het park, die bobbaan. Jawel, dat klopt. Maar achter de bobbaan hebben ze die nieuwe achtbaan gebouwd. En de ingang van die achtbaan dus, hebben ze belegd naar de toiletten. Die eerder dus zeg maar naast de ingang was van de bobbaan, heb ik het dan over. Kijk, het toiletgebouwtje hebben ze ook mooi opgeknapt. Maar daarachter zie je het hangen. Festival Tutatis. Tatutis. Tititis. Wat staat er volgens jou, Pet? Festival Tutatis. Hoe? Tutatis. Festival Tutatis. Ja. Tutatis. Klinkt Frans. Oui, MRC. Klinkt Frans. Mooi. Kan ons schelen, die baan heeft maar een naam nodig. We lopen het nieuwe gebied nu binnen. Eerste indruk, mooi. De ingang van de bobbaan, die nog wel hetzelfde eruit ziet als voorheen. Maar die gaan we zo meteen nog wel even doen, want Patty wil daar graag in. Dan lopen we tegen een speeltuin aan die ze pas hebben aangelegd. Die is ook spiksplinternieuw. Met een hele grote zwijn hier. De andere zwijn loopt ook maar achter me aan. Maar goed dat ze me niet verstaan heeft. Nee, ik zeg niet, wat zeg je dan? Dan zien we daar een heel groot beeld, maar ik zie daar in de verte wat draaien. Daar gaan we eerst even naartoe. Ik zie het al, dit is een Nebulas van Zampala. Dit is een nieuw type attractie dus van Zampala, het is een soort vliegend tapijtje. Er zijn er heel veel van gebouwd de laatste tijd. Bellewaerde heeft er ook eentje. Ja, Park Asterix dus één. St. Paul Park, Park St. Paul, dat dode park heeft er onlangs eentje aangekocht. Ik ben benieuwd naar de rit. Het is een bijzondere molen, juist omdat je vlak langs elkaar gaat. En de start is ook bijzonder, laat ik jullie nu even zien. Ja, dit is wel bijzonder. Hij tilt die hele molen tilt hij op. En dan begint hij pas met draaien. Ook hoe die geparkeerd staat, zeg maar. Gewoon schuin, in plaats van recht. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom ze dat doen. Want als je die grondes gewoon recht zet naar de grond toe, kun je het ook in en uitstappen en dan draaien. Of misschien toch omdat je met hangende benen zit, dat je toch iets meer van de grond af moet komen vanwege dat er dan mensen tegen de grond komen. We gaan maar eens instappen in de Giro Folix. Hij ziet er aan de buitenkant niet zo heftig uit. En ik denk ook niet dat hij heftig is. Nee, dat is hij ook niet. Je hebt bijna geen airtime. Op de kermis heb je die bankjes. Ja, die gaan veel sneller dan deze. Ondanks je schouderbeugels hebt. Want je zou natuurlijk de schouderbeugels heel snel kunnen gaan draaien. Maar dat doet deze niet. Hij gaat heel langzaam in de grond. Jammer, want ze hadden je veel meer uit kunnen halen. Maar natuurlijk, je zit er wel in een pretpark. In een pretpark draait alles niet zo extreem. Ik denk als je zo'n uitvoering op de kermis zou hebben, dat hij best wat extremer zou gaan draaien. Ik vind het leuk. Ja, Patty vindt het leuk gaan, die hard. Ik kan wel zeggen, hoor, Patty een keertje niet schreeuwen in de attracties. Einde rit. Ja, leuk schouwspel, dat wel. Maar qua ritbeleving, niet zo heel bijzonder. Nou, zoals je ziet staat deze attractie op een soort berg. En dat is wel grappig, ze hebben hier een lift gemaakt voor de minder valide. En dat vind ik wel service, want hoef je niet met zijn rolstoel zo'n steile berg omhoog. Want dat kan best zwaar zijn, en zeker ook als diegene die moet duwen ook wat slechter te been is. Nou, dan zijn we hier weer terug bij dat beeld. En hier hebben ze een pleintje gemaakt met restaurants. En ook dit ziet er natuurlijk heel mooi gedecoreerd uit. Park Asterix doet dat wel netjes hoor. Ziet er allemaal mooi, top en fijn uit. Dan hebben ze op het menu staan allemaal hamburgers voor maar slechts 18 euro. 18 euro, ja, dan krijg je wel een frietje erbij. En zuipen mag je uit de sloot. Le petit, mijn frietje zeker. 18 euro, dat is normaal. Ik vind het duur. Dus het menu zeg maar alleen de hamburger en de frietje 18 euro. Ja. Er zit er nog geen drinken bij. Nee, die moet je apart kopen. Kijk, die kun je hier kopen, 4,80 euro. Dus dat betekent dus 18 plus 4,80 euro. Dat je 22,80 euro kwijt bent. Menu. Gewoon eigenlijk een vol menu, ja. Wil jij een menu? Al gezin, nee, ik hoef niet meer. Ook niet straks, nee. Hoef je nu niet, ik hoef je morgen niet, ik hoef je
volgende week in. Nee. Kwartje viel wat later. Dan lopen we tegen het stationsgebouw aan van de nieuwe achtbaan. En daar loopt de dood. En hier is de ingang. Het is tijd voor Tautitis. Maar. Het zal je verrassen, deze achtbaan is geopend in 2023. Het is een Intamin, een launch coaster, een triple launch coaster. De baanlengte is 1075 meter lang. De hoogte is 51 meter hoog. En de maximale snelheid op deze baan bedraagt 107 km per uur. We gaan dadelijk 3 inversies maken. Dan wil ik in de tas de GoPro pakken. Ben ik mijn GoPro vergeten? Dat heb ik weer. Dan loop ik hier zonder GoPro. En deze camera, die camcorder, mag ik natuurlijk niet meenemen. Dus je mag hier met GoPro filmen op de attracties als je het vastmaakt aan je lichaam. Dus hoe ik dat ga oplossen, ik heb geen idee. Net als de rest is het hier ook heel mooi gedecoreerd. De wachtrij. We staan nu nog buiten. We lopen hier langs allerlei stenen en boven het station staat een hunnebed. Net ook op de steunpilaar hier. Vind ik ook erg mooi zo, dat getekend erop. Dit moet een achtbaan voorstellen, zie je dat? Het treintje hangt op zijn kop in de looping. Nou, dat serieus geluk hebben. Een paar mensen achter ons staat een jongen met een GoPro. En die jongen, die heb ik wel eens eerder gezien, die zit ook bij mij op Facebook. Dus ik ga hem even vragen dat hij een lijntje ons kan maken zometeen. We gaan nu het stationsgebouw binnen. Het is heel erg mooi gedecoreerd, maar verder dan was hij, ja, buiten die stenen na, is er geen decoratie. Het is niet zoals bijvoorbeeld in Europa Park, dat je nog halve dark white in de wachtrij krijgt, zeg maar. Maar dat stukje daar in Europa Park bij Woland ziet er echt fantastisch uit. Ja, dit is gewoon het stationsgebouw. Nou, je hebt dus verschillende rijen. 4 tot en 8 is daar achterin. Die ga je als eerste zien. Hier 2 tot en met 4. En hier heb je dan de front row. Deze mensen willen allemaal helemaal voorin zitten. Deze twee trappen, die zijn voor de single riders en voor degene die een boardingpas hebben. Oh, hier ziet het station fantastisch uit. Je zit zeg maar in een soort grot. Met bovenin allemaal lichteffecten. En als je dadelijk wegrijdt, krijg je een soort schouwspel. Een beetje vergelijkbaar met Toverland. Met Dwervelwind. Thank you.
is heerlijk dit. Dit kijk mijn telefoon nog wel, mensen. Het is wel een mooi systeem. Die medewerker loopt continu met die bak heen en weer de hele dag. Het is arbeidsintensief, maar als je zo'n bak hebt op het station die de klep open en dicht maakt automatisch, gaan al die mensen voor die bak staan, erin leggen, kost allemaal tijd. Nu je werkt niet van het station af, hier kunnen ze op een gemak hun spullen uitzoeken. En dan kun je het doordraaien, ja, met de achtbaan. Dat scheelt echt wachttijd. Dus het kost een mannetje extra, maar de wachttijden worden wel beperkt. De held van de dag, dames en heren, dat is Romain. En die gaat mij de on-ride bezorgen van vandaag. Alvast heel erg bedankt. No problem, my friend. Als je Romain heel erg leuk vindt, je kunt hem volgen op YouTube, X-Rider. Bijna Extreme Riders, de korte versie ervan. X-Rider op YouTube, kun je hem ook volgen. Allemaal mooie video's, hij is pas in Liesberg geweest. Oh, wait. Oh, wacht. Hey, just wait, you just see that. Oh jee. Colossus, en daaronder? Nothing. Oké. Okay. Colossus hier, zo. Oh, nice. Good dress. Zoals bij iedere achtbaan tegenwoordig is er ook een winkeltje, een boutique, hoe ze dat hier noemen. Je kan je kleding kopen zoals mijn Franse vriend dat net gedaan heeft. Dan ben je helemaal in de stijl van... Hoe spraak je het ook alweer uit? Als ik het goed zeg, is het le tatis. Le tatis. 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 Uiteraard kun je natuurlijk ook nog steeds een actiefoto kopen. Kijk eens hoe leuk en hoe Patty aan het genieten is, hè? Ja, is hij leuk? Ja, hij is hartstikke leuk. Yeah. En hij herinnering van mijn heftige achtbanen, het Coastercrest. Bijzonder assortimentje, zwaarden, kussens, kijk, mokken en magneetjes, dat kan ik me nog voorstellen. Kleding ook nog, rugtassen zie ik er achterin zelf hangen. Maar wat moet je met een kussen? Of wat moet je hiermee? Ja, maar na de eerste is het toch wel grappig. Je kan zo de Efteling in het Sprookjesbos als de grote boze schoonmoeder. Normaal. Nou mensen, er gebeurde zoveel onderweg dat ik toch even besloten heb om hier nog even met jullie te bespreken wat er allemaal gebeurde tijdens de rit. Hè. Want we begonnen eerst hier natuurlijk met die lunch die onder mij ligt. Simpele, kleine, niet zo snelle lunch. En dan ga je die bocht door die half over de kop heen gaat. Ja, is dat een inversie of niet? Ze zeggen als je de voeten over je hoofd heen gaat, dat er sprake is van een inversie. Ik vind het niet echt een inversie, ik vind het meer een scherpe bocht. Oh. Was je oké? Okay? Motherfucking good. Motherfucking good. Yes, that's my name. Motherfucking good. Ik vind het fantastisch. Ja, sorry, ik zit binnen in een verhaal. Maar dat maakt niet uit, waar was het gebleven? Oh ja, bij die triple-ons, daar zitten van die airtime hills zitten erin. En die airtime hills, ja, die zijn verder. Die pak je een aantal keren. Vooruit, achteruit en weer vooruit ga je er vol overheen. Dus dan pak je heel veel airtime. Dan ga je die top hat over. Dan word je bovenin geremd. Vond ik bijzonder. Ik denk, ja, dat stel je wel af. Maar blijkbaar moet je boven toch een beetje bijremmen. Er zat wel airtime op, niet heel erg veel. Dan stort je vol naar beneden. En dat is eigenlijk het enigste wat hoog is aan deze achtbaan. Want daarna blijft hij vrij laag. Waardoor de tempo op de baan met die trein wel erg goed is. Want die trein was trouwens ook erg mooi, moet ik zeggen. Ik vond hem heel mooi gedecoreerd. Dan krijg je uiteindelijk natuurlijk aan het einde pas die barrel roll. Ja, heerlijk elementje ook. En wat me verder opviel is dat er geen enkel recht stuk in zat. Geen block breaks, niks in. Alles gewoon allemaal bochten links, rechts. En ook bochten die naar de buitenkant staan, zeg maar. Dus dan ga je linksaf en dan ga je zo linksaf. Out banking curve heet dat, geloof ik. De echte pretparkkenners kunnen mij dat verbeteren. Maar in ieder geval dat je dus naar buiten hangt, zoals we ook bij Joris in de draad hebben, en teent die eerste bocht. Ja, je kunt alle kanten tegenwoordig op met een achtbaantrein. Is er nog een kant wat te gek is met de achtbaantrein? Ik denk het niet. Ik denk dat we wat dat betreft bij achtbaan bouwen, intermin in ieder geval, met dit soort banen, helemaal vrij is om te gaan en te staan waar ze willen met een trein. Je kunt in principe een 90 graden bocht maken, dat je zo door de bocht heen gaat. Ik denk dat dat wel haalbaar is voor intermin. Met deze type achtbaan. Er is nog één bijzonder ding aan deze achtbaan. En dat is de wissel waar we net overheen reden. Want we gingen voor en achteruit. Er zit dus een wissel op de baan. Nou, dat hebben ze vaker in achtbanen. Maar deze wissel wisselt heel erg snel. En dat is het bijzondere aan deze achtbaan. Zodra je naar voren gelanceerd wordt, gaat de wissel wisselen. Zodat je dus een rechtstuk krijgt naar achteren. Dan kun je veilig achteruit over het rechte stuk heen rijden. Dan rij je weer naar voren over het rechte stuk heen. En daarna wisselt hij terug naar de bocht. En kan de volgende trein de baan opgestuurd worden. Ja, het hoort niet echt bij het nieuwe gebied, maar we doen wel even de bobbaan. Want zoals je ziet is hier gewoon niets veranderd. Behalve dan dat ze de ingang van de wachtrij verlegd hebben, dat is het enigste. Kijk eens hoe mooi beeld we nog hebben over het nieuwe gedeelte van het park.
Hier nog eens een keer die speeltuin. En daar gaat de nieuwe achtbaan nog een keertje. Die duikt nu heel snel onder ons door. Het stationsgebouw met de wachtrij. Heel erg mooi. En we gaan nu deze baan doen, de topbaan. En daar vliegen we nog even voorbij de nieuwe attractie. En we gaan weer met de bob. En de laatste stint. De laatste maal, de laatste keer, nog één keer. Hey, wat zeggen we dan? Hetty. Ja. Ik ben gek op off-ride beelden, maar dit deel van de baan kan ik heel moeilijk filmen. Maar we gaan wel heel mooi langs de trein voorbij. Niet? Dus helaas, die beelden kan ik met jullie niet delen. Moeten jullie eens opletten hoe snel die poortjes open gaan. Kijk, let op. Hop, die gaan open dat we stilstaan. Ik film zo'n beetje de halve dag en mijn vrouw gaat een foto kopen. Je kan toch gewoon deze video nog eens bekijken. Laat ons niet langer in spanning. Laat ons niet langer in spanning. Kijk hoe leuk! Frans heeft het werken niet aangevonden. Petty is even een broodje halen. €31,70. Volgens mij is het net zo duur als twee hamburgers. Ja, maar we hebben normaal een compleet menu. We hebben een zakje chips. We hebben een broodje, met nadruk op een broodje salm. Ik heb een broodje kip. We hebben nog een toetje. Kijk zo leuk. Heerlijk flesje Oasis. Jij hebt een heerlijke cappuccino. Cappuccino. Met gezond water. Ik zou zeggen, een bon appetit. Smakelijk. En hoe smaakt het? Het heeft gesmaakt. Het smaakt hem ook voortreffelijk, moet ik zeggen. Alleen, het is het geld niet waard. 3 tientjes voor een broodje en een cakeje. 31,50. Veel te duur. Dit ga je in deze video niet zien. Ik ga namelijk niet in deze wildwaterbaan. Op welke wildwaterbaan dan ook, ik weet jullie genieten ervan. Jullie zijn stel sadisten. Maar het is mij echt te koud vandaag. Ondanks het zonnetje schijnt. Ga lekker door naar César. Le Davy de César. Daar gaan we eens even kijken of het nu volledig werkt. Even zonde hè, dat ze deze attractie niet volledig benutten. Deze attractie had 3 of 4 voorshows. Dat was echt leuk. Maar sinds corona of zo werkt het allemaal niet meer. En het werkt nog steeds niet. Echt zonde. Dit zijn de achtbanen die jij leuk vindt hoor. Ja, we hebben een rondleiding door het park, ik ben hier nog nooit geweest. Maar is dit nu een achtbaan of niet? Want we gaan naar boven en naar beneden. Hij is geautomatiseerd. Is dit nu een Paracoaster? Heb ik nu een bingo hier in het park? Help me even. Want ik weet niet wat ze nu als achtbaan tellen en wat niet. Maar in principe is het een Paracoaster. Je gaat naar beneden omhoog. Ja, welke definities heb je nodig voor een achtbaan? Jullie genieten, kijk die oogjes. Ze straalt gewoon. Ja. Dit zijn haar soorten trucks. Kijk, ze hebben ook nog een wildwaterbaan, zie je dat? Boom, vol naar onderen. La ballen au. Ik ga niet dichterbij kijken, dadelijk heb ik ballen au. Dat is die goed. Zoals jullie weten, zit ik altijd vol vragen. Zo ook hier. Kijk, hier onder de achtbaan hangen netten. Die netten zijn er natuurlijk om te zorgen dat als er iets uit de achtbaan valt, niet bij een persoon op hun hoofd vallen. De wachtrij loopt hier onder de baan door, dus vandaar wat daar netten opgehangen zijn. De wachtrij loopt hier ook onder de baan door. En daar scheurt ook een achtbaankarretje overheen. Kan iemand me uitleggen waarom daar niet en hier wel? En voor de mensen die hem helemaal willen zien, bekijk even een oude review van mij. Want deze achtbaan staat in mijn top 10 van de meest slechte achtbanen die ik ooit gedaan heb. Hij is van Zierier. Maar die layout die erin zit is gewoon 3 keer niks. Alsof een kind dat met Rollercoaster Tycoon gemaakt heeft. En de derde remmen, die zijn extreem. Sta in 1 keer stil. Ja, ik sla hem gewoon over. Ja, ja, ja. Doe deze nog een keertje filmen met je telefoon, koet. Nee, gaan we niet doen. Niet dat ik hem verloren heb met filmen in de achtbaan. Hij zat in mijn zak.
Voor de mensen die het gemist hebben, de laatste keer ben ik mijn telefoon hierin verloren in deze attractie, omdat die beugel dicht gaat. Logisch. Maar hij zat tegen mijn jaszak aan of tegen mijn broekzak. Er zat die telefoon in. Ik denk, haal die telefoon er even uit. Leg ik hem zeg maar erbovenop. Maar tijdens het schudden en rammelen en doen, is hij uit mijn zak gevlogen. Beetje zonde. Dus ja. Hier was ik hem ergens verloren. Dus hier moet hij ergens ook liggen. Hier ligt hij ook niet. Ah, ik zie hem. Ja, dat is hem. Daar hangt hij, mijn telefoon. Maar toch gaan we lekker genieten van een rondje Tonnerre de Zeus. Hebben we er zin aan. Nee, maar bang. Ze zag die afdaling. Het is best wel hoog. Ja, ik krijg geen GoPro bij me, dus helaas, we kunnen niet genieten van je vandaag. Nee. Wat vond je ervan? Nee, ik krijg je niet aan. Nee, ik kom weg. Aan alles komt een eind, dus ook aan dit dagje Park Asterix. Dit kontje voor jou. Exact hetzelfde. Zo'n tonnetje rond. Terug. Laatste keer dat die meegaat. Aan het einde, aan de linkerkant, is de bushalte. Aan de linkerkant? Ja, oh ja. Niet meer mee. Wat een mooie toevoeging tot het park is die achtbaan. Hey, dat hele gebied ziet er prachtig uit. Ik heb echt genoten van die baan. Viel me op dat er ontzettend veel airtime in zat. Echt. Iedere heuvel die je nam, zag gewoon dikke airtime op. Ja, verder was het natuurlijk hartstikke leuk en gezellig om even met Patty rondom het park te gaan. Patty, wat vond jij ervan? Oh ja, stom van me. Die is op de bus naar huis. Nou ja, ik ga ook naar huis. Ik hoop dat jullie verder genoten hebben van de video. We zien elkaar de volgende keer weer bij een rollenbaan, zwembad, kermis of weet ik veel waar. Tot dan weer.